Was hij eergisteren nog bij de koning? Gisteren werd hij gehuldigd in zijn dorpie. De Gouden Jetse Plat kreeg van zijn buurtbewoners de bewondering die hij verdiende in het kleine vrouwenakker. Voor hem heel bijzonder. Echt een hectische periode sinds ik terug ben. Weinig nog echt thuis. En in het mooie Vrouwenakkerse dorp, een mini-dorpje waar ik al heel mijn leven woon. En dan kom ik hier om de hoek en dan staat het ineens vol met mensen. En dat is wel heel speciaal. En dan pas ontdek je ook hoeveel het met mensen doet. Dus dat is wel heel gaaf. Plat finishte, eigenlijk zoals verwacht, met de beste tijd tijdens de triathlon bij de Paralympische Spelen in Rio. En pakte dus goud op de Copacabana. En vanaf toen was het gekkenhuis. Hij is de favoriet en hij maakt alle verwachtingen waar. En hij pakt lange vlucht ook nog vanuit Rio terug en... Ja, de laatste paar dagen ook weinig slapen en gewoon veel chaos. Dus, maar wel echt genieten. Het is hoogtepunt op hoogtepunt. Dus dat is wel heel bijzonder. Nog even en dan kan de rust terugkeren in Vrouwenakker. Nou, ik rijd Berlijn nog komende zondag als wedstrijd. En daarna gaat het wel even wat rustiger worden, denk ik. En dan ga ik wel een paar goede nachten maken.